Het journaal met Mickey Zwart. Over de kleurrijke kerstklucht op 27, 28 en 29 december in de Nieuwe Vorst doen de wildste geruchten de ronde. Brandende kruizen, horrorkonijnen en malefiede crematorium-eigenaars. Onze verslaggever Chris Gribbling is ter plaatse. Hij kan? Ja. Oké. Okay. De kleurrijke kerstklucht. Ik sta hier met de initiatiefnemer Jeroen de Leijer. Jeroen, vertel. Ja, de kleurrijke kerstklucht is op 27, 28 en 29 december. Ik heb iets gehoord over brandende kruizen en zombiekonijnen. In de tuin treedt Trash op, samen met inderdaad zombiekonijnen. Dus een tombola, vertel. Er zijn fantastische prijzen te winnen. Je kunt ook meedoen aan een kleurwedstrijd. En de travestie act natuurlijk. Nou, travestie act, Crow komt optreden. Een drag queen. Hoe is het met de lijken? Ik heb iets gehoord over lijken. Een lijk met een luchtje, dat is een klucht die ook onderdeel is van... Ik weet genoeg. 27, 28 en 29 december in de Nieuwe Vorst. De kleurrijke kerstklucht. Jeroen, wil je nog iets vertellen? Ja, sorry, ik heb hier op deze manier echt helemaal geen zin in.